Beste mensen, ik zit hier in de zaal en als ik om me heen kijk, zie ik een bijzonder gezicht. En ik zal u daar even een blik in gunnen. Dat is inderdaad een bijzondere aanblik, zou ik zo zeggen. De zaal is volgens de coronamaatregelen op 1,5 meter gezet. En alle stoelen staan op 1,5 meter van elkaar. Het muziekkorps zit op het podium, ook op 1,5 meter uit elkaar. En we gaan de komende tijd rustig nadenken over de looproutes en hoe we verder weer bij elkaar zouden kunnen gaan komen. Maar dat gaan we op een hele rustige, overdachte, verantwoorde wijze doen. Maar wat zou het goed zijn om elkaar nog te kunnen zien voordat ik vertrek naar Almere. Maar daar later meer over. Maar als we het toch over Almere hebben, zoals u weet ben ik voor de helft van mijn tijd op dit moment HR-adviseur officieren vanuit het hoofdkwartier. Het is een interessante en uitdagende functie. Op deze manier kom ik nog wat meer te leren over het Leger des Heils, het reilen en zeilen op het hoofdkwartier. En ik krijg daardoor meer waardering voor de legerleiding. Als ik zie onder wat voor omstandigheden zij beslissingen moeten nemen, soms lastige beslissingen, alles afwegende, dat is normaal al lastig. En als ik dan zie hoe dat nu gaat onder de coronaperiode, dan geeft mij dat alleen maar meer waardering voor de legerleiding. Ook juist omdat ik van nabij meemaak hoe serieus zij daarmee omgaan en hoe zij zich laten leiden door God erin. Door ook in gebed te gaan onder alle omstandigheden, bij alle beslissingen die er genomen dienen te worden. Een van de taken die ik heb gekregen van de legerleiding is om het officierencongres, het Nationaal Officierencongres 2020 te mogen gaan voorbereiden met een aantal andere collega's. En het thema wat ik mee heb gekregen van onze commandant is social holiness, sociale heiligheid. En toen ik me daar wat meer in ging verdiepen, sprak me dat heel erg aan. En denk ik dat het juist ook in deze periode een heel goed onderwerp is. U begrijpt dat er best wat uitdagingen zijn om zo'n congres te organiseren onder deze omstandigheden, maar dat terzijde. Als we naar sociale heiligheid kijken, dan komen we terecht bij John Wesley. En John Wesley is iemand die de ideeën van het Leger des Heils heel erg heeft beïnvloed en waar we heel veel van hebben overgenomen, zeker als we kijken naar heiligheid. En John Wesley zegt, er is geen heiligheid dan sociale heiligheid. En sociale heiligheid bedoelt hij mee dat de heiligheid ontstaat binnen een gemeenschap van christenen. In een gemeenschap van christenen vorm je elkaar, daag je elkaar uit. Kan je uitproberen hoe het is om een heilig leven te leiden. Je kan je aan elkaar schuren, scherpen, uitdagen. U begrijpt wat ik bedoel. En als het dan juist in deze periode dat samenkomen niet mogelijk is, geeft dat een extra uitdaging. En natuurlijk, we hebben heel veel middelen om toch op een of andere manier met elkaar in contact te blijven. Maar het haalt het niet bij bijvoorbeeld het samenkomen op zondagochtend. En dat is ook iets wat ik hoor van de mensen om me heen als ik hen spreek. Ze missen het samenkomen, het fysieke samen zijn, het met elkaar kunnen praten, elkaar in de ogen kunnen kijken, elkaar kunnen bemoedigen op die manier. En dat geeft dus op dit moment een uitdaging wat sociale heiligheid betreft. Wat John Wesley ook zegt, is dat sociale heiligheid niet alleen maar vorm krijgt binnen een christelijke gemeenschap, maar dat dat juist ook overvloeit naar buiten toe. Want u begrijpt, wij zijn geen christenen alleen maar binnen onze gemeenschap, onze christelijke gemeenschap, ons korps natuurlijk voor het Leger des Heils. Als wij zijn samengekomen, als we elkaar hebben bemoedigd, elkaar hebben uitgedaagd,
ja, de Bijbel hebben gelezen, daarin hebben geleerd hoe het is om een heilig leven te leiden. Dan gaan we daarna weer terug naar onze werkomgeving, onze leeromgeving, onze woonomgeving. En het zou natuurlijk vreemd zijn als daar niet gemerkt wordt dat wij een heilig leven proberen te leiden. Dat hetgene wat wij leren van elkaar en hoe we dat beoefenen in een christelijke gemeenschap, dat dat juist ook zichtbaar moet zijn, misschien nog wel meer dan in een korps, in de omgeving waarin je werkt, leert, woont. Daar valt het meer op. En het mooie is dat juist dat aspect in deze periode veel meer naar boven komt. Door alle initiatieven die er zijn ontstaan vanuit kerken. Door de samenwerking die er veel meer is binnen kerken. Door inderdaad de christelijke heiligheid die veel meer, denk ik, zichtbaar wordt in deze periode. Door het omzien naar elkaar. En het is een mooi onderwerp om over na te denken en me daar ook in te verdiepen in de voorbereiding voor het Nationaal Officierencongres. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor officieren, maar voor elke christen, dat we proberen een heilig leven te leiden. En daar kwam ik eigenlijk heel automatisch op de Bijbelgedeelte uit 1 Petrus 2, vers 9 tot en met 10. Dat wil ik graag voor u voorlezen. Maar voordat ik dat doe, wil ik nog één uitspraak doen. Heiligheid gaat dus niet over hoe komen we in de hemel, maar heiligheid gaat erover hoe laten we de hemel zien op aarde. Heiligheid gaat niet erom hoe komen wij in de hemel, maar een heilig leven gaat erom dat we de hemel zichtbaar maken op aarde. Ik lees voor u uit de Bijbel en wel uit 1 Petrus 2, de versen 9 en 10. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel u Gods ontferming niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Nou, ik bid dat wij als korps en als christenen in onze omgeving zo in de wereld staan. Als heilige mensen. Want op die manier zullen wij en de mensen met wie wij in aanraking komen gezegend worden. Amen. Dan zingen we tot slot lied 340, waarin we zingen. Heer, uw beeld wil ik tonen, maar ik schiet tekort. Als uw heilige geest niet in mij vaardig wordt. Thank you.
Want zoals wij elke dag het voorbeeld van Jezus volgen, zullen door ons dagelijks handelen, zullen we Jezus laten zien. En daarom wil ik u geestdriftig en van harte dienen. En daarom gaat ook de zegen van de Heer met ons mee. De liefde van God, onze Vader, de genade van zijn Zoon Jezus Christus en de kracht, de nabijheid van de Heilige Geest, hij is en hij blijft met ons allen. Amen.